hamburgers, frietjes en chicken nuggets. Ja, in ons land kan je dit allemaal eten bij McDonald's, maar in Rusland niet meer. Want de hamburgerketen vertrekt uit het land na 32 jaar. McDonald's had zijn restaurants in Rusland al tijdelijk gesloten door de oorlog met Oekraïne. Maar nu gaan ze alle 850 restaurants voor altijd sluiten en verkopen. Dat is heel straf, vooral omdat de Russen zo lang op McDonald's hebben moeten wachten. Maar wacht, hoe zit dat? Rusland was lange tijd tegen alles wat uit het Westen kwam. Winkels, restaurants of muziek uit de VS of Europa waren er zelfs verboden. In 1989 maakten de leiders van Rusland nieuwe afspraken met het Westen en werden de regels losser. En zo kwam in 1990 McDonald's als allereerste Amerikaanse keten naar Rusland. Het was een megasucces. Iedereen wou een hamburger proeven en bij de opening stonden er lange wachtrijen. Maar dat is nu dus voorbij. McDonald's zegt dat ze het niet oké vinden hoe Rusland zich gedraagt in de oorlog met Oekraïne. En dus vertrekken ze uit het land. Vanaf nu dus geen Happy Meal of Big Mac meer voor de Russen. Super tof dat je deze video bekeken hebt, maar we hebben er nog veel meer natuurlijk. Dus zeker hier ook eens klikken en abonneren op ons kanaal. Dat mag natuurlijk ook altijd, hè.